15 fietswrakken vond de politie op nieuwjaarsochtend in de resten van het vreugdevuur aan de Broekweg. 6 daarvan zijn van een alleenstaande moeder en haar kinderen die niet in beeld wil komen. Ja, verdrietig, boos. Ja, weet je, er staan zoveel jongeren hier zo voor de deur. Je kan niet de dader aanwijzen. Je weet niet wie het gedaan heeft, dus je kan niet de schuld leggen bij iemand, zeg maar. Dus je kan de schade niet verhalen. CDA-raadslid Jackie Silos woont ook aan de Broekweg. Volgens haar was dit niet het enige wat misging op oudejaarsavond. De vriend van mijn zoon die liep hier langs en die heeft vuurwerk afgestoken wat volgens de organisatoren te dicht bij het vuur of bij hun stapel kwam. En dat is logisch, dat moet je ook in principe eigenlijk niet doen. Nou, dat was een korte woordenwisseling en daarna zijn ze achter hem aangestormd en hebben ze hem zo hard geslagen dat hij een zware hersenschudding heeft. Het vreugdevuur aan de Broekweg is een traditie, maar het ging al eerder fout. In 2008 verbood burgemeester Tjerk Bruinsma het vuur na een gigantische explosie. Honderden ruiten werden vernield. Het CDA vindt dat het vreugdevuur een officieel evenement moet worden, zodat het aan allerlei voorwaarden moet voldoen, zoals ook bijvoorbeeld de kerstmarkt. Als de organisatoren van de kerstmarkt iets willen doen, moeten ze daarvoor beveiligers inhuren, dan moeten ze zorgen voor de schoonmaak. Dan kan zoiets als dat nasmeulen en dan fietsen erin gooien, kan dus niet gebeuren. De jongens die het vreugdevuur organiseren boden vandaag hun excuses aan de vrouw van de verbrande fietsen. Dat zoiets gebeurt, zeggen ze, hebben zij niet in de hand. Iedereen viert zijn eigen feestje, iedereen is wel eens Lazarus. En ja, dan kan je het niet allemaal in de hand hebben meer, weet je. Nee, maar kan je dan zo'n vuur nog wel organiseren als jullie dat toch wel. Niet in de hand kunnen hebben? Ja, als hij in de fik staat, dan staat hij in de fik en dan gaat iedereen zijn eigen gang. Nee, maar dan kun je dus afvragen, moet je zo'n vuur dan wel organiseren? Als jullie dat dus niet kunnen controleren eigenlijk. Ja, nou ja, dat is geen probleem, dat kan wel gewoon. En het is ook goed georganiseerd, alleen dat het nu gebeurd is, dat is wel verschrikkelijk. En dat moeten we ook niet kunnen tolereren. Nee. Maar goed, het gaat nu een aantal jaren goed en sinds die explosie. En nou is het een keertje een soort klein misverstandje. Maar dat ligt in ieder geval niet in onze handen. Ze gaan met de burgemeester om de tafel om te kijken hoe dit soort dingen voortaan kunnen worden voorkomen. We hebben niet eerder geconfronteerd geweest met net die fase dat het nog aan het smeulen was en dat er toch vandalisme is gepleegd. Dus we moeten zorgen dat ook dat stukje dicht geregeld wordt en dat er iets van beveiliging of anders bij aanwezig is tot het moment dat het vuur helemaal is opgeruimd.